De Schiedamse Sky van Gooswilligen mag zich communicatietalent 2021 noemen. Deze prijs wordt jaarlijks door de beroepsorganisatie uitgereikt aan twee communicatieprofessionals die in het afgelopen jaar een onderscheidende prestatie hebben geleverd. De juryvoorzitter roemde Sky voor het lef wat ze heeft gehad om tegen de stroom in te zwemmen en dilemma's zichtbaar te maken door monitoring en omgevingsanalyse. Haar visie, persoonlijkheid en innovatie laten zien dat dit echt een talent is, zo staat in het juryrapport. Bij ons aangeschoven Sky van Gooswilligen, een bekende achternaam. Ja. Ja, daar kun je niks aan doen. Nee, ik ben er ook hartstikke trots op. Heel goed, heel goed. En je bent talent. En niet zomaar eentje, een communicatietalent. Want jij hebt deze prachtige award, deze prijs gewonnen. Hoe word je communicatietalent van het jaar? Nou ja, ik heb van de week wel eens gekscherend tegen iemand gezegd omdat ik zo goed kan bluffen. Maar ik ben getipt. Dus het hele proces wordt uitgeschreven door de vakgroep communicatie, door Logeion. Samen met andere partners binnen het vak. En ik ben er helaas nog steeds niet achter wie mij voorgedragen heeft. Mijn vriendinnetjes hebben gekscherend gezegd, nou ja, als het een bos bloemen oplevert, dan wil ik best zeggen dat ik het was. Maar dat is eigenlijk het begin van het hele proces. Je wordt getipt omdat iemand vindt dat je een verschil hebt gemaakt in het vak het afgelopen jaar. Fantastisch. Ja. Toen je zei, ik werd getipt, toen dacht ik eventjes dat iemand jou had gezegd, nou, als je hier nou een bruine envelop naar binnen schuift. Nee, andersom. Maar zo was het niet. Het was andersom. Ik werd voorgedragen. Ja. Ja. Ja, en toen moest je aan de slag, hè? Want, en hoe? Nou, vertel. Nou, ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van de vakgroep. En zij gaven aan, goh, hè, je bent voorgedragen als communicatietalent, in ieder geval voor de verkiezing. Uiteindelijk wordt er een selectie gemaakt tot een top 3. Dus je komt met 3 anderen kom je in de finale. Voordat je in die finale komt, moet je een ontzettend lang document invullen waarom je impact hebt gemaakt, waarom je professioneel bent, waarom je innovatief bent en waarom jouw visie zo'n verschil heeft gemaakt op het vak. Dus je moet eigenlijk eerst een hele papierwinkel aanleveren met argumenten waarom zou jij het moeten worden. Dat vind ik altijd voor anderen heel makkelijk. Maar op het moment dat ik dat zelf moet doen, denk ik, oeh, ja, wees dan een beetje bescheiden. En, nou ja, goed, dat is gelukt uiteindelijk. Toen werd ik gebeld door de juryvoorzitter van, goh, je zit bij de laatste 3. Nou willen we graag nog meer van je. En dat was wel een heel leuk proces. De beelden die je net zag in het voorfilmpje, dat was van een vlog die ik moest maken. Daar moest ik in 1 minuut uitleggen wat ik gedaan had. Nou, dat vond ik een hele grote uitdaging. Ja. Dat heeft me ook een weekend gekost met knippen en editen. Tot het eindelijk was zoals ik het wilde. En omdat alles digitaal ging, normaal gesproken dien je een presentatie te houden voor alle communicatieprofessionals op het jaarlijkse vakcongres. Maar ja, dat was allemaal digitaal. Dus dat moest natuurlijk allemaal omgegooid worden. Toen kwam er een videopresentatie voor de jury, zodat ze zich nog beter konden inlezen in mijn casus. En vervolgens moest ik digitaal pitchen voor 7 juryleden. Ja, dat voelde alsof ik mijn scriptie weer aan het verdedigen was. 7 juryleden die je allerlei vragen stellen over, nou ja, wat ik noem mijn kindje. Want zo voelt het ook een beetje. Ja, dat was wel echt een onwijs tof proces om mee te mogen maken. Maar achteraf wel eens iets van, jeetje, dat heeft me echt heel veel tijd gekost. Ja, maar goed, nu is deze prachtige plaquette er. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Je zei eerder dat je moest opschrijven wat nou jouw visie was op communicatie. Wat maakt jou bijzonder als communicatietalent? Nou, wat ik heel mooi vind aan ons vak is dat wij met de dingen die wij doen, dat we het verschil kunnen maken. Hè? Dus op het moment dat er bijvoorbeeld, hè, zoals wat er net verteld wordt, zo'n waterinstallatie, communicatie moet er altijd zijn. Hè? Want het moet bekend worden, er moet aangegeven worden waar gaat het dan precies om. De juiste, nou ja, ik noem het maar even, doelgroepen moeten bereikt worden. En wat er bij communicatie een beetje het punt is, als je aan een bestuurstafel zit, aan een vergadertafel, de jongens van finance nemen cijfers mee, de dames en heren van legal nemen het wetboek mee of komen in ieder geval met wetgeving en communicatie deed dat. En wij hebben dat allemaal wel onder de pet zitten en wij hebben allemaal heel duidelijk wat we willen vertellen en ook vooral waarom dan, hè, want we hebben de kennis en ervaring. Maar wat er op een gegeven moment dan gebeurt is dat het heel abstract wordt gevonden. En dan word je dus de jongen of het meisje van de intranetberichtjes. En oh ja, regel je nog even broodjes. En ik chargeer graag, dus dit is een overdreven variant. Maar het gebeurde nog wel dat iemand zei, ja, maar hoe kom je daarbij dan? Ja.
wat wij doen in mijn gedeelte van het vakgebied, omgevingsanalyses. Wij maken op basis van data uit social media, maar ook traditionele media. Wij sluiten ook geen teletext uit, maar ook media zoals waar we nu zitten. Eigenlijk alles wat er in de buitenwereld te vinden is. En of dat nou media, publiek of stakeholders zijn. We hebben straks iemand van de politiek aan de tafel. Ja. Die horen wij ook graag. Wij maken eigenlijk van dat hele gesprek in de buitenwereld, maken wij korte analyses. Zodat we ons communicatieadvies kunnen baseren op data. En dat is op zich niet nieuw. Vooral in crisisland. Tijdens crisiscommunicatie wordt dat al best lang gebruikt. Maar in het reguliere werk dus niet. En wat ik heb gedaan met de verkiezing, wij maakten die omgevingsanalyses aan de hand van informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking. Nou, 9 van de 10 mensen kijkt mij dan aan en denkt, hè? Ja. Dat gaat eigenlijk om kennishouding en gedrag. En binnen communicatie is dat heel helder, maar buiten communicatie, not so much. Geef eens een voorbeeld van kennishouding en gedrag. Nou ja, wat je heel vaak ziet is dat er bijvoorbeeld vragen gesteld worden. Waar staat die waterinstallatie dan? Mag ik daar gewoon naartoe? Is dat wel veilig voor mijn kinderen? Maar ook de geruchten. Ja, is dat dan? Ik ben benieuwd. Dat zal er nog wel 3 weken staan. Oh, nou, de burgemeester was erbij. Nou, het schijnt dat hij er helemaal niks van vond. Misschien dat stakeholders er ook wat gaan vinden. Hè? Die hebben een bepaalde houding daartegenover. Ja, nou, kan dat wel, zo'n kleine installatie? Hè? Normaal gesproken heb je daar toch ellenlange kilometers voor nodig. En ook gedrag, mensen die er dus daadwerkelijk naartoe gaan. Als we het op het voorbeeld van van wat je net vertelde zetten. En wat er dus wel gebeurde op het moment dat je dus zo'n omgevingsanalyse maakt en je legt dat aan een bestuur voor, of je legt dat in een team voor wat niet per se dagelijks met communicatie bezig is. Die zeiden op een gegeven moment, oké, is hartstikke leuk wat je gemaakt hebt, maar wat is er nu voor mij? Welk gedeelte moet ik mee aan de slag? En dat kon dus makkelijker, want zo'n analyse is ook ten behoeve van communicatie om ze regie in hun proces te geven, zoals we dat dan noemen, dan moet het voor de eindontvanger dus ook makkelijker zijn. Die moeten dus in 1 oogopslag zien, oh, maar dit is voor mij, hier moet ik wat mee. En we hebben dus dat verhaal van kennishouding en gedrag, afkorting IBS, dat jargon waar ik het net over had, dat is nog steeds de rode draad. Want dat is best wel, dat werkt goed. En wij hebben dus de onderverdeling hebben we aangepast naar media, stakeholders en publiek. Ja. Misschien even uitleggen wat stakeholders dan anders zijn dan publiek. Nou, stakeholders zijn vaak de mensen of de partijen met wat meer invloed, wat meer aanzien. Denk aan politiek, denk aan een Evides die hier zo in de regio de waterzuivering doet. Maar ook een gemeente. Dus het heeft wat meer volgers, het is wat meer influencer noemen we het dan maar. En publiek, ook in het kader van privacy, gooien wij de publieksreactie die we bijvoorbeeld op Twitter zien daar dus in. Omdat je dat veel meer kwantitatief in plaats van kwalitatief neer kan zetten. Ja. Terwijl zo'n stakeholder kan je veel meer op het kwalitatieve neerzetten. Dus die onderverdeling hebben we gemaakt. En het hele leuke is dus ook dat woordvoerders, maar ook bestuurders, burgemeesters dus zeggen, oh, maar nou vind ik het een stuk duidelijker. Want we hebben het uiteraard wel uitgeprobeerd. Ja. Werkt dit nou precies? Dus je bent eigenlijk beter over je eigen communicatie gaan communiceren? Nou, we zijn beter gaan communiceren over hoe data nou ten behoeve van communicatie kan werken. Want het kan voor sommige mensen nog best wel abstract voelen. Hè? Big data, deep web, dark web, hoe werkt dat dan allemaal? Het is voor heel veel mensen een soort abracadabra vaak. En wij komen er gewoon op 2 A4'tjes mee binnen. Wij zeggen, nou jongens, dit is het gesprek. We zijn op dat spreekwoordelijke plein gaan staan. Hè, wat je ook in die vlog zag net. We hebben even geluisterd naar wat er in de snackbar gebeurt. Bij de supermarkt. En we hebben even bij de FNV gekeken. Want die zit daar toevallig ook op het plein. En wij brengen dus eigenlijk dat overzicht naar binnen. Zodat jullie je communicatie kunnen gaan optuigen. Ja. En toen werd je uitverkozen. Ja. Is dit nou, wordt het straks de Van Gooswillige doctrine? Of, dat is of, het toch op. Ja, dat is het natuurlijk al. Maar heb je hiermee echt iets nieuws gebracht in de communicatiewereld? En wordt het een concept wat je blijft uitdragen de komende decennia? Ja, want mijn visie is wel heel, heel erg van, hè, communicatie werkt niet zonder omgevingsanalyse. Ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn studie heb ik ooit een keer een creatief concept geschreven voor een PR-bureau. Die deed daadwerkelijke opdrachten. En wij waren, toen we die pitch gingen doen, die presentatie, de gedoodverfde winnaars. En toen lazen ze later ons rapport, want dat moest je ook aanleveren. En de analyse was zo ontzettend slecht, dat ik me toen bedacht heb, dit ga ik dus nooit meer zo doen. Ik ga nooit meer een communicatieaanpak of advies zonder analyse schrijven. En daar is het eigenlijk begonnen. En ik begrijp ook niet hoe communicatie nog op
natte vingerwerk, onderbuikgevoel kan gaan. Want je hebt zoveel data tot je beschikking. Ja, en ik zou het onwijs leuk vinden, want het is een vrij klein poeltje nog. Omdat het eigenlijk alleen binnen crisiscommunicatie wat gevestigder is dan in reguliere dagdagelijkse werkzaamheden. Ik zou het heel tof vinden als studenten nu denken, maar dit kan ik dus ook doen. Ja, en misschien gevestigde partijen ook. Student is natuurlijk hartstikke mooi voor de toekomst. Ja, daar begint maar het. Het liefste zou je willen dat mensen het nu meteen gaan toepassen. Absoluut, ja, zeker. En binnen de overheid wordt het ook steeds vaker toegepast. Hè? Want Mark Rutte doet echt niks meer zonder zijn omgevingsanalist als hij de vragen van de buitenwereld wil weten en de dingen waar hij kritiek op krijgt. Wat heel goed is, hè? Want je sluit daarmee dus heel goed aan op wat de communicatiebehoefte is. En het maakt ons werk ook makkelijker, zeg ik altijd maar. En als je van nature een beetje lui bent en je vindt het dus heel prettig om te weten waar, in welk kader moet ik denken, dan is dit fantastisch. Ja, ja. Je stipt aan als je van nature een beetje lui bent. Ik kan me niet voorstellen dat dit... Het is makkelijk als je die data hebt, maar om de data te krijgen, daar zal toch wel een hoop werk in gaan zitten. Ja, en het gekke is, met de ervaring gaat dat wel wat sneller. Maar inderdaad, beginnende omgevingsanalisten die hebben daar iets langer voor nodig. En daar hebben we natuurlijk wel allemaal handige tools voor. Dus we werken met monitoringssystemen die een hele grote bak met data in één keer voor ons naar binnen kan halen. Daar moeten we wel een goede zoekopdracht in zetten. Dus er zit wel een mensenslag omheen, maar het wordt wel steeds geavanceerder en steeds slimmer. En dat is wat mij betreft alleen maar prettig. Want dan kunnen we dus nog strakker adviseren en nog strakker die communicatie in gaan regelen. Ja. Hoe ziet de toekomst nu voor jou eruit? Je bent een talent voor de toekomst. Volgens mij vertelde je me dat de vereniging die dit uitreikt, dat je daar nog net lid van mag zijn. Nou, ik mocht nog net op voor de prijs. Want ik ben dit jaar 30 geworden. En het is tot en met 30. Dus dat vind ik echt wel heel tof om dat dan inderdaad toch nog in het laatste jaar te halen. Ja, er zijn eigenlijk twee dingen die de aankomende tijd een beetje gaan lopen. Ik heb nu een opdracht bij Rijkswaterstaat. Ik ben interim professional. Dus ik word lekker gedetacheerd bij allerlei verschillende organisaties. En die opdracht, die is bijna klaar. Mijn werk is daar bijna gedaan. Dus per half september ben ik beschikbaar voor nieuwe opdrachten. Dus dat is wel heel leuk wat daar dus gaat gebeuren. En er is mij ook gevraagd, ga je dan nu een boek schrijven? Ja, dat ga ik doen. Ik zoek alleen nog een uitgever. Dus wie biedt? Nou, fantastisch. Er kijken vast uitgevers naar deze uitzending die contact met jou gaan zoeken. En dat boek, schrijft dat zichzelf? Of heb je daar nog jaren voor nodig om dat allemaal op papier te zetten? Nee, dat is wel het voordeel van mijn vak. Is vrij praktisch. Dus het wordt ook een praktische gids. Het wordt geen ellenlange pil. En het liefst inderdaad gewoon wat je met een paar uurtjes uit hebt. En dat je dan weet, maar zo maak ik dus een omgevingsanalyse. Goed, nou, wij zien uit naar dat boek. Nogmaals, als u uitgever bent en u zit te kijken, neem even contact op met Sky van Gooswillige. Via alle omgevingsbronnen is zij te vinden op alle socials. Ik vond het ontzettend leuk om je aan tafel te hebben, Sky. En ik hoop dat we elkaar snel weer zien. Ja, eens gelijks.